Ja, daar zijn we weer. Ik ga weer een verhaal voorlezen. En ik heb dit boekje gekozen omdat er veel kinderen uit mijn klas aan het oefenen zijn met leren fietsen. Sommige kinderen met zijwieltjes, andere kinderen zonder zijwieltjes. Sommigen die gaan op een loopfiets. Het is allemaal prima, maar heel veel kinderen zijn aan het oefenen omdat het nou zo mooi weer is. En juf Sabine bracht mij vandaag een hele stapel voorleesboekjes. En toen zag ik dit boek en ik dacht, nou, dit boek moet ik gewoon gaan voorlezen. Kijk eens, het heet Giraf leert fietsen. En ik zie daar nog een dier. Kijk, hier zit giraf op de fiets. En welk dier is dit? Ja, een zebra. Heel goed, een zebra. En we gaan eens kijken wat er gebeurt in dit verhaal. Luister maar met me mee. Joe, joe, giraf, roept zebra. Kijk eens naar mij. En giraf begint te zwaaien. Oh, jij kan fietsen. Ja, zegt de giraf. Ik zie het. Ja, zegt de zebra. Geleerd van olifant. En zebra springt van haar fietsje af. En weet je wat? Nu ga ik het jou leren. Nee, zegt de giraf heel boos. En hij loopt weg. Ik begrijp het niet, zegt zebra. Huh? Fietsen is toch een makkie? Ook jij kan dat. Giraf fronst. Met grote stappen rent hij weg. Fietsen is stom. Ik denk dat hij het stom vindt omdat hij het misschien moeilijk vindt of zo. Zou kunnen, hè? Wat is er met jou aan de hand, giraf? Vraagt olifant. Giraf schopt tegen een steen. Ik kan niet fietsen. En olifant begint te lachen. Natuurlijk niet. Giraf kijkt hem verbaasd aan. Huh? Wat bedoelt hij daar nou mee? Fietsen is heel veel oefenen, zegt olifant. Kom maar eens met me mee. Kijk, daar zie je giraf en olifant en een mooie rode fiets. En olifant had het zebra ook geleerd. Krook, vraagt olifant. Giraf wil leren fietsen. Heb jij misschien een fiets voor hem? Krook denkt niet na. Een fiets voor giraf. Aha, wacht hier. Hij verdwijnt achter zijn hut. Er klinkt een hoop lawaai. Van alles valt er. En dan komt hij weer tevoorschijn. Voor jou, zegt hij. Dankjewel, Krook, juicht giraf. Maar kan deze fiets omvallen? Kijk eens. Wat denken jullie, kan die fiets omvallen? Ja, want hij heeft niet van die zijwieltjes. Maar het is wel een mooie. Welke kleur is dit? Blauwe fiets. Past mooi bij de blauwe broek van giraf. Maar ja, die fiets, die kan omvallen. Krook schudt zijn kop. Ach, wel nee. Hij bukt naast de fiets. Kijk, en dan zet hij er iets aan vast. Dit zijn oefenwieltjes. En hiermee kan je niet omvallen. Giraf knikt. Nu kan hij echt gaan fietsen. Dag, Krook. Dag, olifant. Lekker chaisen, giraf, roept Krook hem na. Kijk maar eens. Het fietsje met zijwieltjes nu. Dat moet vast wel eens goed gaan. Giraf neemt zijn fiets mee naar het klaverveld. Hij gaat voorzichtig op het zadel zitten. Ademt een paar keer diep en zet dan flink af. Het stuur wiebelt, maar een heel klein beetje. En giraf rijdt langs de bessenstruik. Hij fietst om de vuurtoren heen. Oh, fietsen is best wel leuk, fluistert giraf. Kijk maar, daar gaat hij, om de vuurtoren heen. Dit is de vuurtoren. Wauw, giraf, wat goed, roept zebra. Nu haal ik de oefenwieltjes eraf. Eraf? Gilt giraf. Nee, dan val ik. Nee, echt niet, zegt zebra. Ze pakt giraf beet. Ik zal je vasthouden. Altijd. Altijd? Vraagt giraf. Altijd? Afgesproken, mompelt de zebra. Zebra haalt de wieltjes van de fiets. Net zoals papa en mama misschien wel eens doen, hè? Zo, zegt ze. En nu moet je heel flink trappen. Kijk eens.
Zebra die de fietsen weer uit elkaar gaat halen, de wieltjes eraf. En giraf kijkt een beetje bang, hè? Zou het hem gaan lukken? Ik ben benieuwd. Giraf begint te trappelen. De fiets wiebelt. Laat me niet los, gilt giraf. Hij knijpt heel hard in het stuur. Tuurlijk niet, zegt zebra. En zebra remt naast de fiets. Ze houdt giraf stevig vast. Giraf fietst langs de boomhut en dan trapt hij op de rem. Hoe, zegt hij. Dat was best wel leuk, zegt zebra. Nog een keertje, giraf. Kijk, daar zie je ze. Samen op de fiets. Voorbij de boomhut. Giraf fietst door de bloemenweide. Zebra holt met hem mee. Bochtje, roept ze. Bochtje? Vraagt giraf. Ja joh, gewoon doen. Ik hou je vast. En giraf maakt een bochtje naar de andere kant op, om de linde heen. En dan fietst hij verder. Het stuur wiebelt bijna niet meer. En het blijft zelfs gewoon bijna helemaal recht. Het gaat eigenlijk best wel goed. En daar gaan ze zelfs een bruggetje over. Samen. Zebra houdt giraf vast. Roept giraf. Laat maar los hoor, zebra. Maar zebra houdt zijn arm stevig beet. Laat los, schreeuwt giraf. Nee hoor, ik hou je vast. Dat was afgesproken, zegt zebra. Maar ik val niet hoor. Ik kan het. En zebra laat voorzichtig los. En daar, nieuw, daar gaat giraf. Ja, roept zebra. Ja, nu kun je ook fietsen, giraf. En daar gaat giraf door het veld vol met de zonnebloemen. En hij fietst en hij fietst. Wacht op mij! Wacht op mij, giraf. Zebra springt op haar fiets. En dan komt ook olifant aangereden. Ja, het is je gelukt, roept hij. Bravo! Natuurlijk is het mij gelukt, zegt giraf. Fietsen is een makkie. En ook krook komt eraan. Wauw, wat ga je hard, zeg, giraf. En giraf moet er helemaal een beetje van blozen. Zullen we doen wie het eerste boven is? Vraagt zebra. En giraf kijkt zebra aan. En daar gaan ze. 3, 2, 1. En dan fietsen ze heel snel de berg op. Zien jullie dat? En dat was alweer het verhaal. Zo, nou kon zelfs giraf fietsen. En dat terwijl hij het best wel spannend vond. Ik weet zeker dat jullie dat ook kunnen. Ga maar eens flink oefenen. Er is nog één ding dat moet gebeuren. Want het boek is nog steeds open. Blazen jullie mee? 3, 2, 1. En blazen, hè? Blazen, 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 blazen. En daar is hij dicht. Nou, ik vond het een heel leuk boek en ik hoop jullie ook. Voor nu, als je gaat slapen, heel erg lekker slapen. Droom mooie dromen. En als je dit op een ander moment luistert, ook prima. Dan heb je een hele fijne dag. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!